Dit najaar pakt Vier uit met de nieuwe reeks Callboys. Callboys is een fictiereeks van de hand van Jan Eelen, die met zijn ploeg keihard gewerkt heeft aan een reeks over een stelletje callboys. De reeks is vanaf september te zien op Vier en is alleen geschikt voor plus 16-jarigen. Zondag ging de reeks in première in Kinepolis Antwerpen, waar enkele honderden mensen de eerste drie afleveringen te zien kregen. Maar waarover gaat Callboys nu eigenlijk? We hebben daar straks in de auto daarover gediscussieerd van waarover gaat eigenlijk. Dat gaat eigenlijk over niks soms. Maar dat is net het ding zo. Het gaat heel veel over leiderschap willen nemen, maar daarin falen. Het gaat over narcisme, over jezelf heel graag zien, jezelf verkopen. Maar vooral in een tijd waarin alles via beeld werkt. Mensen zijn heel veel bezig met hun eigen, hoe kom ik over? Maar al bij al gaat het over vier vrienden die heel veel op elkaars kap zitten en die soms wordt een ene gekwetst door het egoïsme van een andere. Of is er jaloezie, dus dat zijn zo de kleine menselijkheid, dingetjes zitten er allemaal zo wat in. Drie gigolo's hebben de handen in elkaar geslagen om de sector waarin zij werken weer plat te spelen. Onder de naam Callboys zijn ze dagelijks de gast in het universum van een vrouw, die ze naar best vermogen moeten bevredigen. En uiteraard gaan de Callboys daarvoor volledig uit de kleren. De acteurs zijn dan ook volledig naakt te zien in de reeks. Ja, welke gigolo doet er niks met zijn piemel? Ik denk dat ze het allemaal doen. Alleen, het is niet zo dat die altijd per definitie seks hebben, gigolo's. Soms kunnen die gewoon een vrouw verwennen door er lekker mee te gaan eten. Door daarna te luisteren, door een schouder te bieden. Maar dit gaat toch meer over die vriendschap tussen die vier boys. En die denken dat ze echt de mannen zijn. Die denken dat ze de gigolo's zijn die de wereld gaan veroveren. Maar eigenlijk zijn het vier kleinzerige jongetjes die nog altijd op de speeltuin ronddwalen. Rick Verheijen kruipt in de rol van Jay Vleugels, een principiële pitbull. Aan de hygiëne en de versiering van zijn lange blonde paardenstaart kan je aflezen hoe het met zijn humeur en zelfbeeld gesteld is. Voor Rick was het een droom om deze rol samen met zijn bekende collega's te mogen spelen. Super pittig, maar fantastisch eigenlijk. Ik heb echt niet het gevoel gehad dat ik heb gewerkt, ook al hebben we heel hard gewerkt, maar echt, ik vond het een geweldige ervaring. Hoe vaak ben je uit de kleren gegaan? Heel vaak. Ja, moet ik zeggen hoeveel keer? Dat weet ik niet, ik heb dat niet geteld. We zijn wel echt heel veel, ja. Veel, ja. Maar het voordeel is natuurlijk, we zijn beste vrienden, dus wij kennen elkaar door en door. Wij douchen al sinds dat we op het eerste jaar op toneelschool zaten samen, dus er was weinig schaamte of zo. En dat gaat ook over bij die gasten, dat is hun job en hun lijf is een kathedraal. Dat is waar ze de vrouwtjes willen ontvangen eigenlijk, of waar ze meer aan de vrouwtjes naartoe gaan, ik zal het zo zeggen. Dus, ja. De acteurs zijn meermaals in vol ornaat in de reeks te zien. En dat zal ongetwijfeld voor de nodige reacties zorgen. Hebben de acteurs dan geen schrik voor de reacties op de sociale media? Goh, ik ben niet zo'n sociale media man of zo, maar ik ben wel eens benieuwd of zo wat de mensen ervan vinden. Maar ik denk dat je dat bij de bakker op de hoek ook wel gaat te weten komen wat ze ervan vinden of zo. Dus ja, ik ben wel benieuwd wat de mensen ervan vinden.